Ja, Peach mag lekker gaan bakken. We gaan hier doorheen. Ik ben heel erg benieuwd wat er vandaag op de planning staat voor Princess Peach. En als jij deze serie leuk vindt, dan weet je wat je moet doen. Moet ik het nog zeggen? Duimpje omhoog, abonneren. En dan ga ik deze game lekker verder spelen voor jullie. Ik zie hier geen gemaskerde slechteriken. Laten we bij de poort kijken of het festival al begint. Oh, gaat hier gewoon alles goed, joh? Wat gaat hier allemaal gebeuren dan? De spotlight is aan. Mijn maag knort. Ga het beginnen? Oh, daar is die. Kaka! Dit gebak is van ons. Kaka! Nou, dat denk ik mooi niet, vriend. Hoppakee. Je doet maar gewoon even lekker normaal. Met je hoofd. Hotseflots. Zo, die twee bakkers die zijn weer tot leven. Gaan we door? We gaan door de poort. Let's go. Princess Peach is ook van alle markten thuis. Oh, kijk, hier nog veel meer. Ze hebben alle gebakjes gestolen. No! Ik ga hun pakken. Wat civilatie. Doei. Top dit. Oh, daar is er nog één. Oh, die weer. Pak hem. Ja, lekker. Hotseflots. En dan krijgen we gelijk. Ja. De ribbon, het lintje. Moeten we deze ook nog allemaal eventjes vrolijk maken? Deze wel. Die ook. Oh ja, deze dan ook. Kijk, ja, het is weer licht hier. Kunnen we door de poort? Naar de moestuin? Oh, wel? Moet ik hier? Nee? Ja, wel naar de moestuin. Oké, ja, ik was al onderweg. Let's go. Eens even kijken. Kijk, oh, nice. We kunnen dit allemaal... Oh, ja, dit kon wel in bloem zetten. Dan zit al overal weer tarwe. Dan kunnen ze weer broodjes bakken en zo. Kijk, de spot staat erop. Wat gebeurt er? Oké, dan vullen we hun mandjes. Dit moet genoeg zijn. Oké, wil jij dan de grapes? Oh, dat worden aardbeien. Zijn dit er genoeg? Ja hoor, aardbeien ook weer top. Oh, hierboven is een ster. Ja... Top, die hebben we gelukkig gevonden. Is hierachter nog iets? Oh nee, het zijn geen sterren, het zijn kristallen. We hebben meer hulp nodig. Jij kan ons helpen. Zeker kan ik jullie helpen. Laat mij maar even transformeren in een bakkerin. There we go. Bewapend met een garde. Ja. Mooi geruit jurkje heeft ze nu. Banketbakker Peach. Dat kan, ik kan nu alleen niks. Tenminste, ik heb geen superpower nu. Ik kan alleen springen. Ik hoor een geluid. De bel luidt. Het festival begint zo. Moeten we hier doorheen? Ja. Wat is de bedoeling, Peach? Of nee, dat kan ik beter aan Lampneusman vragen. Maak er zoveel mogelijk voor dat de tijd om is. Leg de koekjes die af zijn op de karretjes. De eerste koekjes die we maken zijn om te oefenen. Oké, dit moet dan hierin. Oh, en dan? Moet ik dan... Oh ja, ik moet even die knop blijven drukken en dan gebeurt er wat. Ja, zo. En dan hebben we een koekie. Oh, dit was niet goed. Dit moet blijkbaar een beetje met beleid. Zo. Oh, ja, nu hebben we wat. Oké, dan moet ik hier wat maken. Zo. Ja, oké, kijk, die was dan perfect. Lekker. Nice. Je kan dus goede koekjes maken en perfecte koekjes. Kijk, dit is regenboog. Dit moet helemaal goed zijn. Zo, top. Deze. Voilà. Oh, die gaat heel snel. Oeh, kijk hoeveel. Wow, lekker. Ja, perfection. Lekker bezig. Zo, leg maar op de kar. Ja, dit gaat helemaal goed. Ja, cool. Oké, deze is goed. Lekker. Ho. Gaat dit goed genoeg? Ik heb denk ik geen perfecte score nu. Ik moet nog een beetje oefenen. Deze kan nog erop. Oh, bijna. Ah, ik had nog één ding moeten maken. Ik had die ene niet moeten verpesten. Ja, dus even wennen nog. Ik moet nog een beetje inkomen. Oké, ik heb wel één glinsterster ding. Oh nee! Ik had er nog twee kunnen halen, die heb ik niet gehaald. Kan ik hun nog ergens anders bij helpen? Ik weet niet, ik ben niet zo van het bakken blijkbaar. Moet ik een baas verslaan? Dat vind ik wel leuk. Oké, wat gaan we doen? Volg de recepten voor de taartdecoraties. Laat maar weten zodra je klaar bent. Wat moet ik doen? Oh, ik moet 3 strepen trekken. Zo, 1, 2. En 3, zoiets. Zoiets? Het is niet perfect, denk ik. Is zeker geen perfecte score. Oké, wat moet ik nu doen? In het midden 1 stip. En dan... Dit lijkt me... Ja, wat een spuittechniek. Oké. En hier? Op de puntjes allemaal. Oef. Oké. Is dit goed? Ja, nice. Oké, nog 1 te gaan, denk ik. Althans, ik heb nog 55 seconden. Dat is best lang. Dit is helemaal slecht. Oh, dit is helemaal slecht, jongens. Deze is niet goed, hoor. Oké, het was oké. Het kan beter. Ja. Zo is die, denk ik, perfect. Dit is lekker. Ja, hier hebben we wel de hoogste score. Hotseflots. Oké, hier was ik een iets betere bakker. Ik moest gewoon een beetje inkomen. Ja, volgens mij heb ik dit aardig goed gedaan. Maar alleen die eerste, de makkelijkste, die ging eigenlijk niet zo heel goed. Krijg ik nou maar 1?
Ik krijg er 2. En er is nog 1 ster over nu, 1 kristal. Je hebt de taarten prachtig gedecoreerd. Dankjewel, maat. Kom alsjeblieft naar de openingsceremonie. Is goed. Hier is nog een ster, denk ik. Aan jou de eer om het te plaatsen. Oh, ja, 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 ja. Daar is die, de ster met het kristal op de taart. Lekker gedaan hoor, Peach. Ik ben trots op jou, enigszins. Ik vond je wel een betere ninja. Ik heb de banketbakkersjurk vrijgespeeld. Woep woep. Hoppakee, deurtjes zijn weer blauw. En dan moeten we nu alleen dus nog daar naartoe. En dan worden we een cowgirl. Cowgirl in de wildernis. Oeh, each time, zei je dat nou, Peach? Oeh, oh, dit ziet er vet uit. Pak wat je pakken kan. Ja, dit wordt mooi, dit wordt mooi. We gaan deze bosjes gaan we eventjes weer omtoveren. Kunnen we hier naar binnen? Oh, er zit wat hier in de kist. Oh, kijk, er zit een poppie. Hoi, pompie. Moet ik gewoon de planten weer allemaal maken? Daarachter is ook nog een plant. Is dat de bedoeling? Oké, okay. Ja, en nu? Oh, we hebben een ster gevonden. Ah, kristal. Wij nemen deze deur wel voor onze rekening. Oh, ik moest hun helpen. Oh, kijk, ik moest hun superpower geven. Ik denk al, joh. Oh, nee. Oh, deze meneer heeft ook stress. Zit hier toevallig een kristal? Oh, geen kristal, maar wel... Hoppakee, in hartjes, meneer. En hier naar boven. Dan kan ik hier op. Oh, wat gebeurt er? Kan iemand ons helpen? Help ons! Is er iets met die paarden of zitten daar mensen binnen? Ik denk dat daar mensen binnen zitten. Kijk. Kan ik hier naar binnen? We kunnen via de kelder gaan. Kijk, kan ik die lampjes hier aandoen? Ja? Wat gebeurt er? Ik heb een kristal gevonden. Blijkbaar. Kijk, daarachter is nog iemand bang nu. Hoppakee, dan hebben we de ribbon. Kijk, gaan we naar buiten. Oh, we gaan nog niet naar buiten. Wat is dit? Hier kun je naar achter. Even hun activeren. Kijk, ze sterk zijn. Ja, nu worden we de cowgirl. Let's go. Dat vind ik cool. Dit is mooi. Ja, dit is mooi. Dit is mooi. We hebben een touw. Tomato ketchup. Nom, nom, nom. Ja, dit is nice. Dus nu kan ik iedereen zo lekker vangen met mijn draaiding. Hoe heet dat? Zweepding. Denk je dat je een held bent of zo? Ach, het maakt me geen verschil dat je er bent. Denk je dat? Ik ga jullie allemaal pakken, Matties. Hier, kijk, wat is de vlos? Kies deze pakken. Zo, hoppakee, hem redden. Hoppakee. Lekker, ga iedereen redden. Jullie hebben niks op mij. Hoppa. Kom maar. Hier, bam. En deze. Hup, bam. Iedereen is terug. Komt die baas nou ook nog vechten? Kom maar. Je doet het niet slecht. Nee, dat weet ik. Gaat best goed. Maar goed, ik en mijn buit gaan er nu vandoor. Ga je wegrennen? Ben je echt zo? Ga je echt wegrennen, joh? Hotseflots. Hoppakee. Wannabe cowboys. Ze mogen niet ontsnappen. Nee, let's go. We gaan ze pakken. We moeten de buit niet kwijtraken. Oh, maar hier was ook een ster net. Maar die is nu weg. Ik wou die ster nu gaan pakken. Nu ik naar buiten ben. Maar ja, dat gaat niet. Let's go. We gaan boeven pakken. Dit is nice. Dat kan niet. Ik moet hier wel omheen rijden. Hoppa. En de ster. En springen. Oh, dat is een kwartster was dat. Spring. Pak hem. Pak hem. Pak hem. Hots. Oké. Kwartsterretje weer te pakken. Oh, dat was een hele ster. Nice. Oh, daar gaan ze. Dit vind ik wel leuk, hoor. Dit is wel weer een leuk leveltje. Tot nu toe best wel een toffe game, man. Je kan niet verder als de brug kapot is. Wow. Ik doe eens even normaal met die brug. Wie denken jij wel niet dat jij bent? We gaan hem pakken, vriend. Hoppa. Meester bandiet, wat denk jij? Waar ga je naartoe? Is dit jouw schuilplaats? Ik kom je gewoon achteraan, hè? Ik kom jou gewoon achteraan. Dan kun je wel groot zijn, hè? En dan kun je wel snor hebben. En dan kan er wel zo'n struikje voor je langs gaan. Maar ik ben de echte cowgirl. Wat ga jij doen? Jij gaat schieten. En dan moet ik die kom pakken en op jouw hoofd gooien. Oh, en dan kan ik je vangen. Wee! Doei. Kom maar, jongen. Kom maar. Ben je nu boos op mij? Wat ga je doen? Je gaat nu als een stier naar mij toe rennen. Okay, je gaat waarschijnlijk eerst een kogel schieten. Dan een Oké. Ik doe wel even rustig aan. Daar zijn weer kogels. En dan kan ik deze pakken. En dan zo op je bakkeroni. En dan... Hoppa! Touwtje eromheen. En erbovenop. Nog één keer, vriend. Nog één keer. La la la. Oké, ga je weer rennen? Is goed, man. Nog een keer rennen? Kom maar. Nog een keer rennen? Oh, waar ga je naartoe rennen? Kom maar, schiet maar. 3 schoten. Een barrel. En ja, dit is dus jammer, hè? Misschien kan die barrel ook wel gewoon even laten liggen nog. Zou dat kunnen? Nee, dan is die weg.
Oké, hoe gaan we dit doen? Laat de drie schoten heel snel de barrel pakken. En gelijk op zijn hoofd gooien. Zo, hotse vlots. Easy. Bam. Lekker. Ga je al voorover op je bakkers van? Ja, hè? Ja. Later. Boy, ik heb hier wel veel kristalletjes gemist. Maar twee weet ik er sowieso al. En ik ben vooral benieuwd wat er dan nu gaat gebeuren. Want nu hebben we volgens mij alles op deze etage gedaan. Oké. Dus nu deze straal is geactiveerd. En volgens mij is dit dus alles hier, hè? Of is er nog een verborgen ruimte? Nee, kijk. Oké, wat gebeurt er? Komt hier een nieuwe poort? Kunnen we nu naar beneden? Ja, of wat? Hè? Is dit de baas van deze etage? Wat gebeurt er als ik door deze deur ga? Ik ben heel benieuwd wat er achter deze deur zit. Oké. Blijkbaar zijn het wel duistere krachten. Stella zegt, de energiestromen liepen naar deze deur. Zou die hier dus mee te maken hebben dat de toneelstukken zo in de war zijn geschopt? Ja, dat moet wel Stella. Wat raar, die sprankel in mij lijkt levendiger te worden alsof hij op deze griezelige deur reageert. Misschien krijg ik hem open als we mijn kracht versterken met een aantal sprankelkristallen. Oké, hoeveel hebben we er nodig? 10. Oh, maar we hebben er 31. We hebben er genoeg opgepakt. Is goed, Stella. Alsjeblieft, geniet ervan. Word maar sterker. Oké, let's go. Open deze deur. Open deze deur. Daar gaan we. Hoppa, zo. Oké, dat is wel een flinke deur opeens. Wat gebeurt er? We gaan er doorheen, ja? Pietje is ook wel een heldin, hè? Die denkt, scheid. We gaan gewoon. Maakt mij niet uit wat er gebeurt. Ik doe het gewoon. Oké. Wat zien jullie? Oh, dit is een leuke discozaal. Dat is gezellig. Oeh, ik zie wel allemaal ogen. Daar lijkt het wel eromheen. De discobal gaat aan. Oh, de discobal is een vogel. Wie zijn jullie? En hoe zijn jullie door die duistere deur gekomen? Nou, door kristallen. Samen met haren zuurigheid Grape geven we onze eigen wending aan toneelstukken. Zijn jullie hier om ons te stoppen? Jazeker wel. Buig dan voor de kracht van Grape's duistermacht. Kijk al die ogen erachter. Dat is echt... Oh, die ogen zijn nu weg. Discobal gaat los. Ja, Discobal maakt er een feestje van. De disco kloek kloek. Oké, wat moeten wij doen? Wat doet Disco Kloek? Even een beetje afstand houden hoor. Die begint een beetje te vliegen. Die gooit allemaal dingen naar beneden. Die kunnen wij... Oh, dan kan ik die omhoog doen. Dan kan ik die nu zo? Hoppakee, lekker. Kan ik er nu weer eentje... Oh, wat gebeurt er? Oh, we zijn opeens op zijn kop. Oh nee, oh, dit zijn opeens beesten geworden joh. Oké, we moeten blijkbaar tempo maken. Met die eieren die ze legt. Oh, dit is heel vreemd opeens op zijn kop. Kijk, deze kan gewoon gelijk. Lekker. Wat is dit voor bom? Ik pak die bol. Ik weet niet wat het is. Wat gebeurt er? Ik moet denk ik heel veel beterukken en dan gebeurt dit. Ik heb geen idee wat er allemaal gebeurde zojuist, hè? Oh, daar komt ze weer. Daar gaat ze weer. Wat is dit? Grote platforms. Ik denk niet dat ik daar iets mee kan. Nee? Oké, maar dat maakt niet uit. Oh, daar gaan we weer, hoor. Oké. Ik mag niet op die platform staan. Nu maken ze die platforms kapot. Oké, ik spring er even overheen, oké? Is goed. Ga je weer discoballen gooien? Ga ik weer naar de laatste toe. Dat is het makkelijkste. Deze die kan ik namelijk gewoon gelijk zo omhoog doen. En dan raak ik jou weer. En dan doen we deze ook. Hoppa! Lekker! Oké, Peach. Je bent goed bezig. Zo op z'n kop. Ik denk dat we dit nog één keer moeten doen nu. Nu is ze echt boos, hè? Kijk, nu is ze echt heel boos. Zie je dat? Wat ga je nu doen? Nu ga jij natuurlijk dit weer zo aanpakken. Hé, ja hoor. Ja, dit is wel een beetje... Nog wel een beetje makkelijk, baasie, tot nu toe. Oh, maar nu gaat hij los. Stuitenbal. Ja, oké. Is ook nog niet heel moeilijk. En nu? Laat je weer je dingetjes vallen. Oh, dit zijn er nu opeens heel veel. Dit zijn nu vijanden geworden. En hier zijn dan deze. Hoppa. Moet ik dit nog een keer doen? Kom maar. Ja, hoppakee. Lekker. Ik denk dat we er zijn, jongens. Alles op zijn kop. Ja hoor, Disco Kloek. Geen enkel probleem voor Peach. Die redt heel dit theater gewoon. Ze springt uit de deur samen met Stella. Ja, dit ziet er wel vet uit. Ja, kijk, alle normale posters komen weer terug. Hoppakee. Ja, zo zien we het graag. We hebben het theater weer hersteld, hoor. Dankzij jou was deze etage helemaal in orde. Dank je wel. We hebben alleen nog steeds geen sprankteurs gezien. Waar zouden ze zijn? Zouden ze allemaal naar een andere etage gevlucht zijn? Laten we snel kijken. Oké, Stella, is goed. Dat gaan we natuurlijk doen in de volgende video. Dus doe een duimpje omhoog en abonneer. En dan zie ik je gewoon weer bij de volgende video. Mazzel.